Ik ben een beetje losgegaan op Bol.com. Tenminste, voor mijn gevoel losgegaan. Het was best een zware doos. Als eerste de complete serie van The School of Good and Evil. Ik heb de film nog niet gezien, maar ik wil heel graag de boeken lezen. En dit zijn ze alle 6. Dus ik ben benieuwd. En dan heb ik nog een boxset gekocht. Van Stalking Jack the Ripper. Van Carrie Maniscalco. Ik heb haar... Zo, Kingdom of the Wicked serie. Met heel veel liefde gelezen. Maar deze stond ook al heel lang op mijn lijstje. Stalking Jack the Ripper, Hunting Prince Dracula, Escaping from Houdini en Capturing the Devil. Ik ben hier heel benieuwd naar. En dan het boek waar het eigenlijk voor ging. Want ik was bezig met de Atlas 6. En ik wilde graag weten hoe het verder liep. Dus ik heb het vervolg gekocht. Nog een vervolg is van Nighthouse, Hellbent van Leigh Bardugo. En een boek wat al een tijdje op mijn verlanglijstje stond. Lightlock van Alex Esther. Ik zie hem heel vaak op Instagram voorbij komen. Ik vind hem wel heel gaaf. Ik ben hier heel benieuwd naar. Het heeft... Is met de Hunger Games-achtig idee. Tenminste, Caraval. Ik ben er heel benieuwd naar. En dat was mijn Bol.com shoplog.